sport die ik het langste beoefen, dat is volleybal. Nou, dat doe ik al ruim 40 jaar, denk ik. En ik ben aan het zwemmen, zwem één keer in de week. Verder zit ik op Pilates. En dat doe ik ja, 4 of 5, weet ik eigenlijk niet eens precies. En ik wandel en ik fiets. En dat doe ik ook, ja, jaren. Ik ben een sporter die graag sport met andere mensen samen. Want ik vind het ook altijd heel gezellig. Dus ik ben echt een teamsporter. Ik heb nog een korte poort en hard gelopen en zo. Maar nou, dan heb ik het doel van een half uur hardlopen bereikt. En dan houdt het bij mij op. Dan vind ik het ook niet leuk meer, niet gezellig meer. Dus ik ben echt wel een mens die gewoon sport met andere mensen. En die dan daar ook het plezier aan beleeft. En wat sport bewegend op me doet, het maakt me gewoon helemaal vrij. Het maakt me helemaal zonder zorgen. Je bent gewoon met het bewegen bezig en de rest van de wereld is er even niet meer. Wat ik jammer vind is dat mensen gewoon niet meer bewegen voor de lol. Maar dat het allemaal een fitnesstoestanden is en het is voor onze conditie en het is voor dit en voor dat. En ik zou zeggen, zoek gewoon de lol op. Ga het doen met iemand nou, waar je goed mee op kunt schieten en die jou mee kan nemen. En ga niet over je grenzen heen. Doe gewoon wat je kan en zorg dat het leuk blijft. En zoek iets wat bij jou past.